leuk dat je kijkt naar Dwalend door Den Bosch. Het is weer een tijdje geleden dat ik hier op de Zuiderpassage was. En ik hoor in de wandelgangen steeds vaker dat de mensen zeggen van, het is toch een beetje een ondergeschoven kindje, die Zuiderpassage. Er zijn een aantal winkelcentra in Nederland, groot overdekt. Maar ik vind nog steeds de charme hier op de Zuiderpassage dat die aanwezig is. En zeker ook dat er steeds meer nieuwe bedrijven zich hier vestigen en het leven weer volop terug gaat komen op dit plekje in 's-Hertogenbosch. Een van de bedrijven die zich pas hebben gevestigd, die zit daar. Daar zat vroeger, voor de mensen die het nog weten, die hier wekelijks hun boodschappen kwamen doen, daar zat vroeger natuurlijk de Aldi. Het pand, helemaal nieuw. Tommy van Deurs, het oude pand op de Oude Vlijmerseweg, is compleet plat. Daar gaat een Lidl komen. Maar hij zit hier alweer enige maanden. Dus ik ga eens kijken hoe dat ze doen en hoe het bevalt. In de nieuwe wijk Het Zand moesten er ook scholen komen. Alleen de gemeente liet dit over aan een particulier initiatief. Op deze manier hoefde de gemeente geen kosten te betalen. Maar de scholen, die moesten er komen. In 1905, hetzelfde jaar waarin de Leonarduskerk in gebruik werd genomen, werd hij gestart met een Sint-Leonardus kleuter- en meisjesschool. De zusters van JMJ verzorgden er het onderwijs. De jongensschool zou pas jaren later komen. Het kerkbestuur van de Leonardusparochie kreeg eind 1911 de beschikking over een groot stuk grond aan de Kempenlandstraat, de Bosveldweg en de Cuperinusstraat om een school te kunnen bouwen. Architect W. van Aalst kon aan de slag en zette er een tweelaag schoolgebouw neer met een plat dak. De hoeken waren afgeschuimd en de voorzijde was versierd met wat sober siermetselwerk van geglazuurde baksteen. In trotse, forse letters stond de naam Sint-Leonardusschool boven de hoofdingang aan de Bosveldweg. Later is de school gesplitst. Er kwam een ingang voor de niet betalende leerlingen aan de Cuperinusstraat. Op deze school, die de naam Sint-Leonardusschool bleef behouden, werd lesgegeven door leken. Aan de Standenschool aan de Kempenlandstraat werd het onderwijs verzorgd door de Fraters van Tilburg. Door de leerlingen van deze Sint-Aloysius-school moest een lesgeld van 45 gulden worden betaald. Twee zo verschillende scholen in en naast elkaar. Dat moest wel tot rivaliteit leiden. De onderlinge vechtpartijen tussen de Aloysius-school en de Klompenschool, zoals die genoemd werd, werden meestal uitgevochten op het kerkplein aan de Brugstraat. Dit gebeurde niet in de directe buurt van een van de scholen, want dan konden de leerkrachten ingrijpen. Bij het spel tijdens het speelkwartier kon het nog wel eens gebeuren dat een bal per ongeluk over de muur die de beide scholen scheidde, werd getrapt. Het was dan een wonder als deze bal direct terugkwam. In de jaren 60 liep het aantal bewoners van Het Zand terug en ook het aantal lagere schoolkinderen. De fraters hadden inmiddels het lesgeven overgedragen aan lekenkrachten. In 1963 werd de lagere Sint-Aloysius-school gesloten en verdwenen de laatste leerlingen met hun hoofd de heer Van Berkel naar de Edisonstraat. De Sint-Leonardus-school met de heer J.C. Wollaert als hoofd telde toen nog slechts 3 klassen. Vervolgens werden de schoolgebouwen bevolkt door leerlingen van de VGLO, die in 1968 een nieuwe naam kreeg. De LEAO, Sint-Joos. De hoofdingang kwam aan de Kempenlandstraat. De school fuseerde en de fusieschool, scholengemeenschap Hertog Jan, gebruikte het 75 jaar oude schoolgebouw totdat het gesloopt werd om er plaats te maken voor woningen. Het is in ieder geval lekker warm hier. Ja. Ruim. Ik kwam hier vroeger natuurlijk ook wel eens, toen het nog een supermarkt was. Maar ja, groot. Veel groter dan dat ik dacht. In eerste instantie. Natuurlijk is het hier makkelijk te bereiken als je vanuit de Lambooibrug naar beneden komt.
Ja, dan is het eigenlijk het eerste pand. Aan je linkerhand zit Tommy van Dus. En de voorkant natuurlijk de intree. We gaan eens even kijken of hij er is. Ik zie hem al. Zijn kop kan ik zeggen, maar zijn hoofd. Goedendag, heren. Tommy. Hey. Ik kon je eigenlijk feliciteren. Ja, dankjewel. Want nieuw leven. Ja, nieuw punt. Ja, nieuw bedrijf. Punt. Nieuw begin. Tenminste, nu beginnen na 42 jaar in dit zitten, dus dat is nog een hele tijd, hè? Jeetje. En we voelen me nog steeds goed, dus ik blijf gewoon doorgaan. Ja, we gaan eerst even een bakje koffie drinken, want ik wil eventjes een en ander even weer zien. Ja. En dan ga ik jou eventjes het een en ander misschien... Hey Henk! Hey, Nol. En Arthur zie ik. Ja, want dat is eigenlijk de toekomst, hè? Dat zijn de twee mannen die het al hebben eigenlijk, hè? Samen dus. Oké, dus het is nu van hun? Het zit er bij ons met drieën eigenlijk nog, dus dat ik toch wel op de... De zweep te onderhouden, hè? Ja, dat wel. De mannen, hè? Bij de jeugd, dus... jeugd, ik bedoel. Ze doen het uitstekend, dus ik mag niet overklagen. Nou, zeker niet. We gaan een bakje doen en dan ga ik daarna eventjes met de heren, met de drie directeuren spreken. Van Deurzen, ja, jouw naam staat nog steeds op de pui. Wat ik heel belangrijk vind om te weten, voor de mensen die het nog niet weten, waarom weg toen, onlangs op de Oude Vlijmse Weg, waar je heel lang zat? Ja, dus wij kregen een heel goed aanbod van mijn broer en van de Lidl. Dus Lidl wou per se onze plaats hebben. Het pand was toch al oud. Dus kon ik zeggen, toen moet over 2 jaar uit. Dus ze hebben ons een centje meegegeven. En daardoor zijn wij dus daarin mee gaan denken met Lidl en mijn broer Johnny. Ja, nou uiteindelijk was het ook zo dat het pand, waar kwamen te veel gebreken aan. Uiteindelijk had je een probleem gehad. Eigenlijk met binnen nou een paar jaar hadden we echt problemen gehad met de wanden, met het plafond. Dus we zijn er blij mee. Dat we dus toch hier zitten. Ja, Zuiderpassage. Welk nummer is het hier? Nummertje 17. 19, 21 en 23. Ja, het gewoon 4 adressen. 4 adressen. Dus hier is vroeger van 4 winkels geweest. En toen is er de Aldi gekomen en heeft dus er 1 winkel van gemaakt. Ja, is er nog iets bijzonders veranderd? Want het is veel langer, het is wel iets smaller hier. Ja. Dezelfde producten, dezelfde kwaliteit? Alles hetzelfde gebleven. Dus het Aldi hebben wij beneden zitten. Dus van verder is het allemaal hetzelfde gebleven. Ja, ik vind één ding wel vooruit zijn gegaan. De parkeerplaatsen. Ja, dat is echt een grote aanwinst. En ook de mensen in de buurt zijn er echt blij mee dat we hier komen zijn. In verband met het aanvoer van de Aldi en andere zaken natuurlijk, wat een Aldi nodig hebt. Maar verder zijn wij hier, we zijn er gelukkig mee, zal ik maar zeggen. En zeer blij, ook heel veel klanten, positieve berichten. Dus, en je zei al van dat de jongens langzaam in het bedrijf aan het groeien zijn. Ja. Maar wanneer ga jij dan een keer stoppen? Zolang ik mij goed voel en goed de been ben, blijf ik zo lang mogelijk met de jongens doorgaan. Je zei het net al, want beneden hier is dezelfde oppervlakte ongeveer, zit het atelier. Want alles wat opgemeten wordt, het is van voor naar achter allemaal uit eigen handjes, hè? Ja, we doen alles zelf hier. Wij besteden niks uit, ook stoffeerders niet. Dat is alles onder één dak. Dus de gordijnen, tapijt doen we zelf omleggen, meten doet Henkje natuurlijk allemaal. En het is wel zo dat als je bijvoorbeeld een bepaalde gordijnstof ziet, het is niet allemaal altijd in voorraad. Hè? Dus het is niet zo vandaag meten, overmorgen hangen. Nee, het doet allemaal 2 à 3 à 4 weken. Dus 2 à 4 weken. Die tijd heb je echt nodig met meten, met het hangen, de afspraak met de mensen maken. Dus die tijd zit er ongeveer verbonden. Het gebeurt wel eens dat het binnen 2 weken is, maar dat is zelden hoor. Want we hebben het best druk met onze gordijnen. Dat is ook onze naam ook. Ook stoffeen natuurlijk, maar het voornaamste tegenwoordig de gordijnen. Op de plaats
waar nu het hedendaagse theater aan de parade staat, stond eens een gedeelte van het Groot Begijnenhof. Uit het testament van Willem van Gent blijkt dat er al een Begijnenhof bestond in het jaar 1273. Of het toen ook al op deze plaats gevestigd was, is niet helemaal duidelijk. Er is nog een groot archeologisch onderzoek ter plaatse uitgevoerd. Op de plaats van het huidige theater. Met zijn kelders, waarin onder andere de kleedkamers gevestigd zijn, zal trouwens niets meer overgebleven zijn. Na de verovering van de stad in het jaar 1629 door Frederik Hendrik mocht er geen nieuwe bijkomen en in 1675 stierf de laatste Begijn. Het gehele complex was in verval geraakt. In 1693 stonden er volgens de plebaan van Kessel nog 3 huizen overeind. Veel gebeurde er voorlopig niet met het terrein dat wij vandaag als de parade kennen. Staat en stadsbestuur twisten over het eigendomsrecht. Wel werden in het jaar 1701 en 2 2 houten stallen voor het garnizoen gebouwd. Pas in 1721 werd er een overeenkomst gesloten tussen de Raad van State en het stadsbestuur. Het gedeelte waar nu onze stadsschouwburg staat, kwam aan de staat. Die bouwde in 1741, 1750 en 1753 stenen stallen voor de paarden van het garnizoen. Deze stallen werden in 1903 in brand gestoken door de zoon van een van de beroepsmilitairen die een ruzie met zijn vader had gekregen. De vader werd overgeplaatst en de stallen werden herbouwd. Maar inmiddels, en dat was in het jaar 1828, was de sociëteit Casino ontstaan, die zich vestigde aan de Papenhulst, aan de achterkant van het theater aan de parade. Achter de casinotuin, zoals die later zou komen te heten. In die sociëteit Casino in de Papenhulst organiseerden ze concerten en bals. Eerst in een houten loods. Toen waren de meest invloedrijke burgers lid van de sociëteit en op 1 mei 1841 bezocht zelfs koning Willem I een van de bals die werd georganiseerd. In 1853 werd een stenen schouwburg in gebruik genomen en werden er ook toneeluitvoeringen gegeven. Ter financiering van het geheel werden er onder meer ieder jaar op vastenavond bals masqués et parés gehouden. Zo kwam het carnavalvieren in zwang bij de gegoede burgerij. In het jaar 1892 werd de schouwburgzaal vergroot. Maar bij het 100-jarig bestaan van de sociëteit was deze zaal alweer veel te klein geworden en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. In 1930 verliet de artillerie die de stallen aan de parade in gebruik had, de stad. De paarden waren al in 1928 verkocht. Voor een deel aan de boeren uit een omgeving. De sociëteit vanuit de Papenhulst kocht de grond en kon nu weer een nieuwe schouwburg gaan bouwen. Die in 1935, het jaar waarin de stad het 750-jarig bestaan vierde, in gebruik genomen werd. In hetzelfde jaar werd er in het nieuwe casino de eerste Bosse Revue gespeeld. De schouwburg was niet meer alleen toegankelijk voor leden van de sociëteit en genodigden, maar voor de gehele Bosse bevolking. Beroepsartiesten en amateurs speelden er. Maar op den duur voldeed ook dit gebouw niet meer. In 1965 kocht de gemeente het gebouw. Het werd Stadsschouwburg Casino en bleef nog enkele jaren in gebruik. In 1974, een kleine 9 jaar later, werd het oude casino gesloopt en werd er begonnen met de bouw van het huidige theater aan de parade. De toneeltoren werd veel groter en van de modernste technieken voorzien. Vreemd genoeg werd het aantal zitplaatsen in de grote zaal verkleind.
Het oude gebouw had twee verdiepingen met balkons gehad. Het nieuwe kreeg één groot balkon. Aan de akoestiek werd wel veel aandacht besteed. Ook wat betreft muziek. Het Brabants Orkest was toen in 's-Hertogenbosch gevestigd. De kleed- en verblijfsruimtes voor de artiesten werden een stuk rianter dan in het oude gebouw. In 1976 werd de nieuwe Stadsschouwburg Casino geopend. Na de naam Stadsschouwburg Casino werd de naam officieel omgedoopt in Theater aan de Parade. En de geschiedenis die vervolgt zich, want ook nu is het huidige theater te klein geworden. Ooit zaten we bij de 5 grootste theaters van Nederland. En nu loopt het achter de feiten aan. En zoals we allemaal weten, komt er een nieuw theater aan de Parade. En u kunt daar nog over meestemmen. Welke u van de 2 het beste vindt. Henk, nieuwe plek. Zelfde kwaliteit. Nieuwe plek, zelfde kwaliteit. Alleen het is wat compacter geworden. Wat gezelliger vinden wij. We hebben ook positieve reacties van de klanten. Dus dat maakt het alleen nog maar positiever. Dus we zijn heel, heel tevreden. Ja, je bent zelf natuurlijk heel veel onderweg. Hè? Want hier zijn de mensen in de showroom. Of zien ze mensen jou ook hier in de showroom op het moment dat ze iets uitzoeken? Het is de bedoeling dat ik veel onderweg ben. Dat betekent ook hoe drukker het is eigenlijk. Maar we doen eigenlijk alles, een maandje van alles. Ik doe chaufferen. Ik probeer de mensen zo vriendelijk en zo goed mogelijk te helpen. Nou, ik zou jou zeggen, je hebt bij mij thuis, want ik ben ook klant geworden bij jullie. Ja, het hangt nog steeds perfect. Ja, maar dat is ook juist de bedoeling. En daardoor gaat het balletje ook mooi rond. Kijk, dan kan geen krant tegenop. De mondreclame is het allerbelangrijkste wat je maar kunt hebben. Ja, zeker. Daar streven wij naar. Ja, want op het moment, want jullie streven naar kwaliteit. Op het moment dat die kwaliteit iets te wensen over, per ongeluk, het kan. Iedereen maakt wel eens iets wat niet helemaal... Wat gebeurt er dan? Hoe lossen jullie een klacht op? Nou, we gaan er zo snel mogelijk naartoe natuurlijk. Moet het vervangen worden, doen dat ook zo snel mogelijk, want daar wordt over gepraat desnoods. Hè. Dat is gewoon zo. Dus we proberen het altijd zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Ja, super. Hey, we zien hier op de achtergrond de vloerbedekking. We hebben het nu even over stofferen. Ik heb jullie paar net gesproken bij zo'n gordijnen. Maar de vloerbedekking, het vinyl, het laminaat, dat zijn toch ook de 3 punten die jullie doen, hè? Het zijn zeker de 3 punten die wij doen. Stofferen doe ik ook zelf zoveel mogelijk mee eigenlijk, met mijn neef samen. Dus wij hebben alles in eigen hand. Behalve het laminaat wordt uitbesteed door een vaste timmerman. Ja, maar wel degene van wie je weet dat die kwaliteit levert. Uiteraard, anders beginnen we er niet aan. Nee, dat moet allemaal goed en heel goed gebeuren. Dat is echt het belangrijkste wat er is. Als het gaat om vinyl en tapijten, is het alleen voor privégebruik of heb je ook voor zakelijk gebruik? Nou, ook zakelijk gebruik hoor. Dus in principe doen we alles. Het moet niet te groot zijn natuurlijk, maar in principe doen we gewoon alles. Als het interessant en leuk is, doen we dat gewoon altijd. Ja, super. Wat zijn de openingstijden hier eigenlijk? Wij zijn de hele week open. Alleen maandags vanaf 1 uur tot 6. En voor de verdere rest van 9 tot 6 open. En zaterdags van 10 tot 4. En gaat het goed met z'n 3 onder elkaar? Heel goed. Het is altijd nemen en geven. Maar het is het belangrijkste in het hele leven. Nemen en geven, dan heb je al heel veel verdiend. Maar op zich gaat het kei goed. Moord en doodslag. Dat is van alle tijden. Op 30 oktober 1928 werd de Bossche binnenstad opgeschrikt door een vechtpartij in de Walpoort in Den Uilenburg, waarbij 1 dode en een zwaar gewonde te betreuren vielen. Het vuurvel zorgde voor veel opschudding in Den Uilenburg en kreeg zelfs landelijke aandacht. Het was natuurlijk een heel in triest vuurval, waarbij de 26-jarige Bossenaar E. Thijssen het leven liet. Maar het verslag in de Utrechtse krant De Rijnbode is desalniettemin hilarisch te noemen. Ik zal het verhaal eens voorlezen van die krant. En het gaat bijna klinken als een hoorspelscript. Het gaat om de omschrijving van de gebeurtenissen op 30 oktober 1928. Een zwarte dag in Den Uilenburg. De titel is als volgt: Moord in Brabant. Te 's-Hertogenbosch heeft een ernstige vechtpartij plaats gehad, waarbij 1 dode viel en een man zwaar gewond raakte. Omstreeks 12 uur ontmoette de 25-jarige ND een zekere E. Thijssen aan de Walpoort, zeggende: Moet gij wat van mij?
Waarop Thijssen antwoordde: ik moet niks van je, ik ken u helemaal niet. Als een dolleman heeft D daarop Thijssen tegen de muur geduwd en met een lang mes in de hartsteek getroffen, zeggende: dan zal ik je wat laten geven. Het slachtoffer moet nog gezegd hebben: die is raak. Vervolgens is hij naar binnen gestrompeld bij een zekere Reinders, waar hij na enkele ogenblikken de geest gaf. Reinders is daarop met een zeis gewapend naar buiten gehold, waarschijnlijk met de bedoeling zich op den dader te wreken. Daarbij heeft hij echter niet aan den eigenlijke dader, doch een zekere J.M. van den Oort, een toevallige passant, met een zeist aan zijn hoofd en arm bewerkt. Zodat den ongelukkig van den Oort naar het gasthuis moet worden vervoerd. Na het plegen van den daad is N.D. weggelopen en aan twee politieagenten die hij in de Visstraat ontmoette, deelde hij mede dat ze eens in de Walpoort moesten gaan kijken. Er was iemand doodgestoken. Een tweetal marechaussees waren reeds van het gebeurde onderricht en D. reeds op het spoor. Hij werd spoedig gearresteerd en naar het politiebureau gebracht. Later werd in zijn woning ook Reinders gearresteerd. Niet ver hier vandaan is een straatje zo klein. Het is eigenlijk niet meer dan een steen. Toch mag ik zo graag in dat straatje daar zijn. Al is het er nu stil en leer. Ik ben in een steegje getogen. Daar groeide ik op tot een man. Daar zijn vele jaren vervlogen die ik niet uit mijn geest vallen kan. Daar heb ik mijn schooltijd gesleten. Ik kende er vreugd en verdriet. Ben veel uit mijn jeugd zijn vergeten, maar het steegje zo klein echter niet. Ik ken elke steen en ik weet ieder huis. Het steegje beheerst vaak mijn geest. Soms loop ik het door en dan voel ik me thuis. Precies zo het eens is geweest. Ik heb in dat steegje gestreden. Met ziekte, met zorgen en smart. Vandaar bracht ik moeder ter aarde, toen zij veel te vroeg mij ontviel. Al heeft voor een ander geen waarde, dat steegje is een stuk van mijn ziel. Ik Henk net, ik zie hem nog even zwaaien van ik ben weg, samen met Tommy. Jij bent nog hier, wat is jouw taak binnen het bedrijf? Ja, ik ben meer van de gordijnen en de zonwering. Dus ook het plannen en het doen voor ons eigen atelier. En de boel klaarleggen, uitpakken en de dames goed inplannen. Voor wat er klaar moet zijn. We hebben het al eerder gehad over het atelier, maar alles wat jullie hier maken, alles wat opgehangen wordt, gelegd wordt, komt allemaal uit het eigen atelier.
Ja, we besteden niks uit. Dus dat doen we allemaal zelf. Dat betekent ook dat je heel snel kunt handelen als er toevallig eens een keer iets verkeerd gemeten is bijvoorbeeld of zo? Ja, dan is het altijd dezelfde dag opgelost. Althans, dat proberen we. En is het laat in de middag, ja, wordt het een dagje later. Maar in principe is het ook een sterk punt dat je snel kan handelen daarin. Ja, het begint nou langzaam toch een beetje jullie eigen bedrijf te worden. Tommy die blijft er toch redelijk bij. Maar ik denk ook wel dat dat de charme is. Hè? Want hij kent natuurlijk zoveel mensen. Ja, inderdaad. Ook de mensen komen nog steeds speciaal voor Tommy. En, maar ja, buiten daar, we kunnen hem ook niet missen. Want als ik en Henk de baan op zijn, dan is Tommy, die vangt hier de mensen op. En die helpt de mensen. En vaak doen wij het dan uitwerken met bestellingen en noem maar op. En de planning en afspraken maken. Maar ja, we kunnen ook nog steeds niet zonder hem, hoor. Dus, Ja, precies. Hé, er kwam net iets voorbij. Ik dacht, nou, jullie zijn natuurlijk heel sterk in de gordijnen, in de vloerbedekking, het vinyl, het laminaat. Maar jij zei ook zonwering. Wat heeft Van Deurzen, Tommy Van Deurzen in de zonwering dan? Rolgordijnen, Luxeflex, houten Luxeflex, wat nu erg in is, ja, lamellekes. Dus die kunnen ook echt allemaal op maat gemaakt worden? Ja, die worden allemaal op maat gemaakt. En maar dat is ook weer dan het proces van meten, bestellen, juist doorgeven via de computer, mailen, doen. En dat is dan een beetje weer mijn taak. Want Tommy die kan de computer aanzetten en dan heeft het mee gehad. Ja, super. Openingstijden komen nog een keer in beeld. Dankjewel. Heel veel succes op deze nieuwe plek. En ik hoop dat de mensen als vanouds weer de weg naar de kwaliteit weten te vinden. Nou, gelukkig doen ze dat nog. En komt allemaal goed in de toekomst. Daar ben ik weer, met het tweede deel van De Bossenaar en zijn stad. Aan de zuidzijde van de stad werd er op de afgegraven wallen een riante wandelplaats aangelegd door de bossentuinarchitect Marechal. Het was geen overbodige luxe, want in de zo dicht bebouwde stad was maar heel weinig groen te vinden. Tussen de Zuid-Willemsvaart en Petelaarseweg maakte Marechal een prachtig park dat onder de naam Het Plantsoen een geliefkoosd wandeloord voor de bossenburgerij werd. Een oase van groen en rust. Met aan de ene kant het ruime uitzicht vanaf de stadswal en aan de andere kant, waar later de huizen van de Hekelaan zouden worden gebouwd, de uitgestrekte moestuinen en de hoveniersbedrijven achter de Hintamestraat en de Diepstraat. Onder de hoge bomen van het bastion Bazelaar stonden de witte terrasstoeltjes van café Du Plantage. Het was daar aangenaam vertoeven, vooral op mooie zomeravonden, wanneer het stedelijk muziekkorps concerten gaf in de nabijgelegen muziekkiosk. Via de Zuidwal en de Spinhuiswal, beplant met overwelgende iepen, kon men zijn zondagse wandeling voortzetten naar de Parklaan. Deze naam lijkt nu misschien wat merkwaardig, maar destijds, toen iepziekte en snelverkeer nog niet hun verwoestende werk hadden gedaan, was hij wel verdiend. Een verdiende naam, Parklaan. Iedere bossenaar is terecht trots op de machtige mooie Parklaan, met de uit de stadsgracht oprijzende vestingmuren en de fraaie monumentale laanbomen. De dubbele bomenrij voerde naar de Vuchteruitgang, waar op het vroegere bastion Deuteren het Wilhelminapark werd aangelegd. Nu is daar weinig meer van over. Het even ingenieuze als ondoorgrondelijke Heetmanplein had helaas het park vrijwel geheel opgeslokt. Maar nu zien we de naam toen van die ontwerper, Heetman, de naam weer terug naar zijn oorsprong, het Wilhelminaplein. En op dat Wilhelminaplein heeft de gemeente sinds kort weer een mooie groenstrook aangelegd. Wat wel overbleef uit die tijd is de Villa Illusio, die de bossenindustrieel Roepen van de Voort had laten bouwen op het bastion Vught. Nu is daar al een hele tijd het pand zoals wij dat kennen, Chalet Royal, gevestigd. Met de naam die nu gedragen wordt door de restauranthouder Nobel. De nijpende woningnood in Den Bosch maakte het onmogelijk ook in andere gedeelten van de stad parken en plantsoenen aan te leggen. In plaats daarvan werden op De Plein, het voormalige schootsveld van de Citadel, woningen voor de burgerij gebouwd. Op de Noordwal, Westwal, Muntelwal en Kasterwal verrezen arbeiderswoningen. Die arbeidershuizen werden gebouwd op initiatief van de Bossen Bouwmaatschappij,
Door middel van deze instelling probeerden bekende Bossen families, zoals de familie van Landschot, Van Meeuwen en Tilman, iets van de grote nood in de stad te lenigen. De nieuwe huizen die door deze maatschappij op de vrijgekomen vestinggronden werden gezet, waren ruimer en van veel betere kweliteit dan elders in de stad 's-Hertogenbosch. Maar het waren er veel te weinig om de knellende problemen in Den Bosch voor eens en voor altijd op te lossen. Dat zou alleen mogelijk zijn als ook buiten de stad nieuwe bouwterreinen beschikbaar zouden komen. De gronden rondom de stad waren echter te laag gelegen. Zij moesten immers bij belegering van de stad onder water gezet kunnen worden. In de stad zelf daarentegen had men in de voorgaande eeuwen met voortdurende ophogingen geprobeerd de wateroverlast zoveel mogelijk te bestrijden. Zo was de merkwaardige situatie ontstaan dat het straatniveau van de stad op een hoogte van 6 meter boven Amsterdam's peil lag, terwijl de omgeving slechts tot 2,50 meter reikte. Maar in de winter kwamen ook waterstanden van 5 meter of meer voor. Het was duidelijk dat op de lage, drassige, moerassige gronden buiten de oude muren van de stad 's-Hertogenbosch niet zomaar eventjes een stadsuitbreiding kon worden gerealiseerd. Alleen na een forse ophoging van de grond zou hier gebouwd kunnen worden. In 1890, bijna 15 jaar na de ontmanteling van de vesting, werd met dit gigantische werk begonnen. Aan de westzijde van de stad, tussen de Dommel en het nieuw te bouwen bastion van de staatspoorwegen, werd het terrein van 30 hectare groot ruim 4 meter opgehoogd. De 800.000 kubieke meter zand die men daarvoor nodig had, groef men uit op de Vughtse Hei. En dat gebeurde met behulp van een geweldige graafmachine, die ze de IJzeren Man noemde. Later werd de grote waterplas die aan de graving over werd gehouden de IJzeren Man genoemd. Met kipkarren werd het uitgegraven zand over een speciaal daarvoor tussen Vught en Den Bosch aangelegde spoorlijn naar de stad vervoerd. Daar werd het met schop en kruiwagen door een leger van grondwerkers verwerkt tot een onafzienbare zandvlakte. De keetvrouw die deze zwoegers verzorgde in hun barakken wist hoe zwaar ze het hadden. Zo gauw zij in de keet zijn, slapen zij. Dikwijls met de motteraam nog in de hand. Daarna vallen zij op het stro en zijn 's morgens met moeite wakker te krijgen. Het is zo'n zwaar werken van 's morgens 5 uren totdat het donker is. Gij moet er maar eens op letten, vervolgde zij, als er een trein aankomt met 14 zandwagens. Hoe daar dan den opzichter langs loopt, hoe hij dan den menschen afbeulen, om niet de laatste te zijn die zijn wagen heeft leeggeschept. Want dat mag dezelfde persoon niet dikwijls overkomen. Dan gingen ze eruit. Ongelukken door oververmoeidheid kwamen dan ook nog alles voor. Het immense karwei nam enkele jaren in beslag. De aannemers van Seters en van Haren kregen voor iedere kubieke meter van de nieuwe Den Bosch 35 cent uitbetaald. Volgende week nieuwe verhalen in Dwalend door Den Bosch. Bedankt voor het kijken.